Mijn zwager, oh, als u hem kende zoals ik, dan zou u in vervoering zijn, echt in zijn pan. Hij wordt door iedereen ter wereld toegejuicht. Het is een man die... een echte man! De diepe vrede die ik door zijn les ontdek, maakt dat ik ieder ander mens verwerp als drek. U moet wel bovenmate dol zijn op die man, als u de feiten van vandaag miskennen kan. Ik bood hem thuis op hemelsteken onderdak. Het schijnt dat sinds die dag geen voorspoed meer ontbrak. Mijn vader, klopt het dat die school u bedreigt? En dat u voor uw goedheid dank voor dank verkrijgt? Hij houdt een oogje in het zeil, zelfs op mijn vrouw. Wat doet uw hand me daar? Ik voel de zijdes achter stof van uw japon. Zijn jaloezie, die zesmaal sterker dan de mijne vonkt, ontmaskert elk die naar mijn echtgenote loopt. Gunst! Wat is dat kantwerk wondermooi gemaakt. Mirakels hoe de hedendaagse naaikunst blaakt. De kleinste bagatel piecht hij als zonde op. Hij zei daarnet aan uw vrouw hoe graag hij haar in overspel beminnen zou. Ja, broeder! Ik ben schuldig als een herreveeg. Hoe durf je met je valse honen smet te werpen op zo'n zuivere persoon? Van wie wil vader lief dat ik beweer dat hij me in mijn hart zo innig raken kan dat ik hem naar uw keus graag zie als eigen man? Tartuf. U wilt haar dwingen tot het geven van haar hart? De zegen van de hemel toegewenst. Als u nog langer wacht is het misschien fataal. Mijn hart is zo door radeloosheid overstelpt dat ik nog maar één middel ken dat feilloos helpt. Zo na mijn eerste indruk loopt het niet goed af.